Ach, meneer Raad de Zet. Wat gaat het toch vervelend in uw leventje? Die dokter zegt dat u zich over uw gezondheid geen zorgen hoeft te maken. Dat zal hij wel doen. En u knijpt de kat in het donker. Maar het blijkt uw tante te zijn. En uw dochtertje rookt een pakje sigaretten per dag. En dat is echt te veel, zegt de juffrouw van de bewarenschool. En u verliest steeds maar met knikkeren. En laatst blies u flink eens in de bus. En toen vroeg de bestuurder of u het voertuig wilde verlaten. En uw vrouw klaagt altijd over haar figuur. En u heeft u een figuurzaag gegeven. En u heeft een lange spijker in de muur geslagen. En dan valt het u op dat u de laatste dagen uw buurman helemaal niet meer gezien heeft. En u heeft zo'n last van hoogtevrees dat u al duizelig wordt als de schoenmaker nieuwe hak onder uw schoenen heeft gezet. En u zit in het bad. En u ziet opeens dat uw navel weg is. En gisteren had u hem nog. En u bent de prins die door een roosje wakker komt kussen. En na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, dringt u eindelijk in het kasteel door waardoor een roosje al 100 jaar slaapt. En u buigt zich over haar heen en u kust haar lippen. En ze slaat haar ogen op en ze kijkt u aan. En dan zegt ze, ga je weg, viezerik. Liggen zo uw problemen. Heide niet staan, ruikt geen gras. Want al de gedreuzel komt er niet van pas. De kast dat is vandaag geen hindernis. Zolang er maar benzine in je tankje is. Heide niet staan, vooruit geen gas. Want al de gedreuzel komt er niet van pas. En u zuigt de laatste tijd weer op uw duim. En u maakt er een knieval voor een hooggeplaatste dame. En nou kunt u niet meer overeind komen. En uw dochtertje kwam thuis met haar rapport. En ze heeft voor alle vakken een 1. Behalve voor handwerken. Daar heeft ze een 0 voor. En u heeft 2 linkerhanden. En u bent rechts. En u was bij de fotograaf om een pasfoto te laten maken. En toen zei de fotograaf, nou, we zullen die kop van u maar niet in de etalage zetten. En u kunt de nagels van uw rechterhand zo moeilijk knippen. En die zijn nu al 8 centimeter lang. En u komt thuis en uw vrouw doet zo vreemd. En als u de kast van de slaapkamer opendoet, komt er een blote man uitstappen. En die zegt, warm voor de tijd van het jaar. En u ontmoet een oude schoolmakker. En u slaat hem enthousiast op zijn schouder. En hij zakt langzaam aan uw voet in elkaar. En hij fluistert, dat had je nou niet moeten doen. En uw vrouw zegt dat ze geen vriendinnen meer durft te ontvangen. Want u steekt uw hand nooit in zijn eigen boezem. En u bent op een onbewoond eiland. Dat bent u al jaren en jaren helemaal alleen. En u verveelt zich een ongeluk.
Maar op een goede dag gebeurt het wonder. Er spoelt een beeldschone vrouw aan. En u rent reeds verheugd op haar af. Maar dichterbij gekomen ziet u dat ze een trouwring aan heeft. En wat moet u nou doen? Liggen zo uw problemen? Heide Wietska, vooruit geen gas. Want al de gedreuzel komt er niet van pas. De afstand is vandaag geen hindernis. Zolang er maar benzine in je tankje is. Heide Wietska, vooruit geen gas. Want al de gedreuzel komt er niet van pas. Dit was het weer voor vandaag, vrienden. Ik stond weer met raad en daad voor u klaar. Heeft u vragen, stuur ze me gerust. En waar ik het antwoord niet op weet, zoekt u zelf maar uit. En tot dan, vrienden. Lach erom. Lach erom.